Productontwikkeling gaat over het ontwikkelen van nieuwe producten. Dat zijn alle producten die wij allemaal dagelijks gebruiken. En al die producten moeten op een of andere manier op een bepaald moment door iemand of door een team van mensen ontwikkeld worden. Dat is wat productontwikkeling is en doet. En dat is waar wij onze mensen voor opleiden. Productontwikkeling is een opleiding die het wetenschappelijke combineert met het creatieve. En het is een wetenschappelijke richting eigenlijk, waarvan uit die verschillende wetenschappelijke richtingen aan ontwerpen wordt gedaan. Het is een ideale combinatie voor studenten die zowel geïnteresseerd zijn in wetenschap als in het creatieve activiteiten of ontwerpen. Gezien het feit dat die producten heel veel verschillende aspecten kennen, moeten we onze studenten ook opleiden vanuit een heel breed perspectief. Ze moeten zowel opgeleid worden in economische wetenschappen, in menskundige wetenschappen, als in technologische wetenschappen. En dat allemaal moet samengebracht worden in wat de echte ontwerpopleiding is. Productontwikkeling draait in belangrijke mate rond empathie. Het gaat over ontwerpen voor andere mensen, er kunnen inkomen hoe dat andere mensen denken, hoe dat andere mensen zich gedragen, hoe dat andere mensen met producten en diensten willen omgaan. En dat maakt dat we ontwerpers net die reflex hebben om altijd te denken in perspectief van die gebruiker die met een product aan de slag gaat. En dat is een zeer waardevolle ingesteldheid voor een ontwerper. Productontwikkeling gaat ook over schoonheid. Het gaat ook over het kunnen creëren van producten die een zekere esthetiek hebben, die een meerwaarde zijn ten opzichte van de rest van de producten die eventueel in de markt zijn. Het gaat ook niet altijd om zomaar nieuwe consumentenproducten te creëren. Er zijn belangrijke uitdagingen waar onze wereld mee geconfronteerd wordt, die net het speelterrein maken van de productontwikkelaar van morgen. En dat gaat in belangrijke mate over duurzaamheid. Hoe kunnen we onze heel consumentgedreven maatschappij ombouwen naar een circulaire maatschappij. Dat heeft enorm veel impact op het ontwikkelen van producten en diensten. Daar zijn productontwikkelaars heel sterk mee bezig. De wereld evolueert naar veel nieuwe technologieën. Dat gaat razendsnel. Maar daarmee komt ook samen met een toenemende complexiteit in gebruik. En als die problemen enkel aangepakt worden vanuit een technologisch en technisch perspectief, dan heeft straks de gebruiker een probleem om met die producten om te kunnen gaan. Het is net de taak van ontwerpers en designers om die complexe technologie terug op maat te brengen van de mensen die ze uiteindelijk moeten gaan gebruiken. Gedurende 5 jaar worden studenten stelselmatig getraind in het ontwerpen van producten. Het is een heel projectgedreven onderwijs. Er worden veel practica onderwezen. De helft van de opleiding bestaat uit practica, de helft bestaat uit theorie. En in dat practica-onderwijs gaan wij stelselmatig in het eerste jaar leren studenten om de basis van ontwerpen onder de knie te krijgen. Het gaat over leren driedimensioneel denken, leren creatief denken. En dan gaan we in de volgende jaren stelselmatig die complexiteit verhogen. We gaan vanuit verschillende perspectieven leren ontwerpen. Een eenduidig perspectief, bijvoorbeeld duurzaamheid, bijvoorbeeld constructie, bijvoorbeeld ergonomie. En dan komen we in de derde bachelor tot geïntegreerde ontwerpoefeningen, waar echt het probleem op tafel gegooid wordt en waar studenten vanuit al die verschillende perspectieven moeten tot een nieuwe en creatieve oplossing komen. Het onderwijs binnen de opleiding productontwikkeling is zeer projectgedreven. Heel veel van de projecten worden in teamwork uitgevoerd, vaak met individuele aspecten die moeten uitgewerkt worden. Maar de workshop-setting is een typische setting voor een opleiding productontwikkeling. Het ontwerponderwijs is heel intensief. Dat wil zeggen dat we heel veel nood hebben aan één-op-één contact tussen student en docent. En heel ons onderwijs is daar ook op ingesteld. We zitten kort op de bal, we hebben heel nauw contact met studenten. We volgen ze heel sterk op doorheen die ontwerpprocessen. Maar dat is ook nodig. Het is ook nodig om op die manier goed samen te werken om snel vooruitgang te kunnen boeken in dat toch wel complexe materie dat productontwikkeling is. De bachelorproef is een geïntegreerde proef die alle verschillende aspecten van het productontwikkelingsproces in zich verenigt. Wordt ook vaak uitgevoerd in samenwerking met een industriële partner die het reële probleem op tafel legt en waar studenten dan kunnen autonoom aan werken. Vanaf de masteropleiding voorzien wij ook de mogelijkheid voor studenten om zich te specialiseren. Ze kunnen daar kiezen tussen 3
verdiepingsmodules. Eén module gaat over strategisch design. Dat gaat echt over het definiëren van nieuwe producten. Echt heel erg gericht op innovatie. Het andere is interaction design. Of ontwikkelen van interacties. En focus zich helemaal op de interactie tussen gebruiker en product. En de derde is technologiegedreven productontwikkeling, die uiteraard heel hard inspeelt op de rol die technologie kan spelen in innovatie en in nieuwe producten. Het sluitstuk van onze opleiding is de masterproef, waarin studenten gedurende quasi een volledig jaar een nieuw product proberen te definiëren en ook te ontwerpen. Dat doen ze ofwel op eigen initiatief, vanuit noden die ze zelf gedetecteerd hebben, ofwel in samenwerking met de industrie, waar een probleem of een opportuniteit op tafel wordt gelegd waar studenten gedurende dat volledig jaar kunnen aan werken om oplossingen te bedenken. Dat leidt tot zeer innovatieve oplossingen die soms hun weg vinden naar de bedrijfswereld. Dat hangt uiteraard af van de kwaliteit van de oplossing. Gezien het feit dat het over een ontwerpopleiding gaat en gezien het feit dat er heel veel aspecten aan bod komen in productontwikkeling, zijn we vooral op zoek naar mensen die een heel brede interesse hebben. Ze moeten de ene dag kunnen bezig zijn met technische problemen, de andere dag met psychologische problemen of technologische problemen. Dus die brede interesse is echt noodzakelijk en daarbij is het wel essentieel dat studenten een creatieve beroep willen uitvoeren, dat ze geprikkeld worden door het bedenken van innovatieve dingen. De meeste studenten die bij ons beginnen, hebben een ASO-opleiding achter de rug of een industriële wetenschappenopleiding. Ze hebben een minimumprogramma gehad van 4 uur wiskunde of 6 uur wiskunde. En ze hebben een degelijke basis om dit soort opleiding aan te kunnen. De opleiding is een intensieve opleiding. Er wordt heel erg hard gewerkt rond die projecten. Op wekelijkse basis gaan studenten ontwerptrajecten uitvoeren, terugkoppelen aan hun begeleiders. En als het semester gedaan is, dan begint de blok, examens, en dan starten we terug opnieuw. Dus de opleiding is wel heel erg intens. In onze opleiding productontwikkeling komen uiteraard exacte wetenschappen aan bod, waaronder wiskunde. Wiskunde is geen doel op zich binnen onze opleiding, maar is een middel om bijvoorbeeld sterkteberekeningen te kunnen doen. Wij bouwen verder op een programma van 4 uur wiskunde ASO. We krijgen heel dikwijls de vraag, is dat voldoende? Heb ik voldoende wiskunde gehad om aan deze opleiding te beginnen? Het is moeilijk te beantwoorden. Het is belangrijk dat dat studenten dat programma bestudeerd hebben, uiteraard tijdens het secundair onderwijs. Maar het is afhankelijk van student tot student in welke mate dat hij zich kan focussen op die aspecten van de opleiding. Creativiteit is iets dat niet aangeleerd wordt in het secundair onderwijs. Voor ons is creativiteit heel belangrijk, maar we gaan ervan uit dat creativiteit aanwezig is in de meeste mensen. Wij gaan er alles aan doen gedurende die 5-jarige opleiding om die creativiteit aan bod te laten komen en naar boven te laten komen. Productontwikkeling is ook een beetje een mindset, hè? Een mindset om creatief te zijn en innovatief te willen zijn. En ook dat is een mindset die gedurende 5 jaar opgebouwd wordt en die dan leidt tot totaal nieuwe creatieve geesten na 5 jaar. Tekenen is voor een productontwikkelaar heel belangrijk. En dat heeft niet te maken dat wij kunstwerken willen produceren in tekeningen, maar tekeningen zijn een middel om het ontwerpproces dat zich in het hoofd afspeelt, om dat te kunnen communiceren naar derden. Daarom is het heel belangrijk dat een ontwerper kan tekenen. Wij verwachten niet van studenten dat ze kunnen tekenen als ze binnenkomen, wij verwachten dat ze kunnen tekenen als ze buiten gaan. En tekenen is een ruim begrip. Wij voorzien zowel analoog tekenen, schetsen, op papier, als digitaal tekenen. Er is schetsen op tablets, schetsen, 3D-modeling, computerprogramma's worden gebruikt. Allemaal manieren om die ideeën die zich ontwikkelen, om die kenbaar te maken, om die uit te werken naar derden toe. We hebben samenwerkingsverbanden met Erasmus-partners over heel Europa. Onze studenten in derde bachelor en eerste master vertrekken vaak naar een van die partners om daar een semester te studeren. Die mogelijkheden zijn er en die zijn zeer interessant en zeer leuk. Tegelijkertijd hebben wij ook internationale docenten die naar Antwerpen gevraagd worden. Elk jaar organiseren wij Internationale Design Week, waar net met heel veel partners wereldwijd op een totaal andere manier in workshops gewerkt wordt aan innovatieve projecten.
Wat eigen is aan de opleiding in Antwerpen, dat is dat we het evenwicht proberen te bewaren in die multidisciplinariteit. We proberen net al die verschillende wetenschappelijke insteken op een gelijke manier te behandelen. En dan zal je zien dat bijvoorbeeld de opleiding in Kortrijk iets meer accent legt naar het technische aspect van productontwikkeling en dat de opleiding in Genk iets meer aandacht heeft voor het menskundige aspect van productontwikkeling. Ik denk dat daar de grootste verschillen zitten tussen die drie opleidingen. Wij stellen vast dat een diploma productontwikkeling een waardevol diploma is op de arbeidsmarkt. Net door hun brede achtergrond en hun breed perspectief dat productontwikkelaars kunnen hanteren, zijn zij een profiel dat wel heel gevraagd is binnen de industrie. En niet alleen in ontwerpfuncties. Dus de grootste deel van onze studenten komt uiteindelijk in ontwerpfuncties terecht op ontwerpafdelingen van grote bedrijven of kleine bedrijven. Maar net door die brede aanpak kunnen zij ook in heel veel aanverwante functies een rol spelen, omdat zij breed opgeleid zijn, omdat zij een creatieve mindset hebben en een heel hard gericht zijn op dat probleemoplossend vermogen. En dat maakt allemaal zeer sterk troeven om een job te vinden en een goede job te vinden in de bedrijfswereld. Hallo, ik ben Bo. En ik ben Stien. En wij doen productontwikkeling. Ik heb voor PO gekozen omdat ik op zoek was naar een creatieve richting waarbij een latere job mij veel variatie zou kunnen bieden. Omdat ik graag een richting wou doen waar je ook creatief te werk kon gaan. Ik heb zelf economietalen gestudeerd, wat op zich niet echt aansluit bij de vakken van PO. Maar het is allemaal echt goed meegevallen en goed gelukt. Als vooropleiding heb ik humane wetenschappen gedaan in het middelbaar. Buiten de ontwerpopdrachten zijn er uiteraard ook theorievakken. Deze zijn heel breed en hebben verschillende onderwerpen. Wat maakt dat je van veel dingen iets gaat afweten dat je kan toepassen in je ontwerpopdrachten. Het is een leuke, innovatieve richting waarbij creativiteit en wetenschap gemengd gaan. Een aantal van die vakken, zoals fysica, mechanica, wiskunde, vragen wel onderhoud. En dit is niet altijd mogelijk door de deadlines van in het jaar door van de ontwerpvakken. Dat maakt het wel soms moeilijk en hard werken. Werk je heel vaak in groep. Het is ook wel leuk omdat je dan ook de visies van andere mensen kan zien. En je leert er ook wel heel veel van bij. Daarnaast is het ook een heel sociale richting. Een voorbeeld daarvan is dat we de proffen bij hun voornaam mogen aanspreken, wat de band toch wel beter maakt. Ik denk als je er hard voor werkt, gaat het zeker wel lukken en ook de proffen hier begeleiden je zeker als je het ergens moeilijk mee hebt. Bijvoorbeeld in de eerste jaren heb je ook wiskunde en fysica en je hebt ook mechanica. Deze vakken zijn voor mij vaak wel een moeilijkheid geweest omdat ik daar niet zo goed in ben. Maar ik ben hier eigenlijk altijd heel goed begeleid. En je kan altijd bij de proffen die deze vakken geven terecht. Het laatste is ook wel een heel competitieve richting, omdat je wel de beste moet proberen zijn. Maar ondanks dat probeert iedereen elkaar wel te helpen. Als je vragen hebt of zo, kan je altijd bij je medestudenten terecht. Ik hoop dat het nuttig was en misschien tot binnenkort in PO. Doei! Ik zou je deze richting zeker aanraden. Ik denk ook dat er heel veel mogelijkheden zijn om later een job in te vinden. Met de juiste motivatie ga je er zeker raken. Hopelijk tot volgend jaar. Daag! Staat die aan? Hey, ik ben Gillian en welkom bij Modeler. Allee, virtueel dan toch. Jullie kennen waarschijnlijk Modeler of niet, maar wat is Modeler juist? Modeler is een faculteitsclub van ontwerpwetenschappen. Dat wil zeggen dat we zowel architectuur, interieurarchitectuur, productontwikkeling, conservatie, restauratie, erfgoedstudies en stedenbouw vertegenwoordigen. Enerzijds zijn we ondersteuning voor de studenten en anderzijds zijn we ook zeker studentico's. The best of both worlds. Oh hey, mijn naam is Ilse. Ik zie jullie al, denk je. Wat houdt die studentenondersteuning juist in? Wel, allereerst proberen wij onze eerstejaars een zo goed mogelijke start te geven door hen te koppelen aan een ouderjaars die dan hun peter of meter wordt. Ook organiseren wij in samenwerking met de faculteit een infosessie over hoe je het best je eerste examenperiode kunt overleven. Onze tutor zorgt elk jaar voor een update van het samenvattingenplatform waar je ook voorbeeldvragen voor de examens kan terugvinden. Verder organiseren wij twee soorten lezingen. Je hebt de grote lezingen, waarbij een bekende designer of onderzoeker aan het woord wordt gelaten. Verder heb je ook de kortere taxilezingen,
Dit is een soort van ontspannende lunchbreak waarbij iemand zijn creatieve ziel komt voorstellen. Als je nu nog niet overtuigd bent, hebben we ook nog onze culturele event. Je kan hierbij denken aan een culturele kroegentocht of een museumbezoek. Het is altijd fun. Kiegemoe, ik ben Justine. Ik zal jullie wat meer vertellen over onze studentiekozen kant. Wij organiseren doorheen het academiejaar meerdere evenementen. We starten net zoals iedere andere studentenvereniging in Antwerpen met Students on Stage. Alleen zo knallen we dat academiejaar. Vervolgens organiseren we een vet galabal met, ja hoor, een coole locatie. En vervolgens organiseren we nog zoveel meer. We doen de kerstmarkt, TD's en zoveel meer. Daarnaast doen we ook wel nog eens onze sportkledij aan om mee te doen met die sportcompetities tussen studentenverenigingen, georganiseerd door onze sportraad. I think it's safe to say, see you in september. Dan verwelkomen wij jullie met open armen. Hallo, ik ben Robbe. Welkom op onze stadscampus Mutsaert. Ik ga jullie vandaag mee op schok nemen hier op de campus. We delen onze campus met alle opleidingen van de faculteit Ontwerpwetenschappen. Hier in het gebouw achter mij zitten de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur en ruimtelijke planning. Aan de overkant van de straat zitten de opleidingen productontwikkeling, conservatie, restauratie en erfgoedstudies. Bovendien delen we onze campus niet alleen met onze eigen opleidingen, maar ook met de kunstopleidingen van de AP Hogeschool. Er valt hier dus altijd wel iets te beleven. Onze campus ligt ook vlakbij de Stadscampus en de Campus Paardenmarkt. En ook vlakbij de Comida, het studentenrestaurant en de bibliotheek. Kortom, we zitten echt in het hartje van de studentenbuurt, waar je naast fantastisch kan studeren ook nog geweldig kan ontspannen.